Wat er gebeurde in de vorige aflevering. Ik heb een beetje gekozen voor een Liga BBVA team. Ik heb eigenlijk iedereen op goede chemistry gekregen. Behalve de twee rechtsbacks die je allebei in de aanval hebt opgesteld. Jongeman, dat is zo'n klote vrije trap, man. En haal maar uit. En haal maar uit. En haal maar uit. En score maar Sergio Roberto. Dan doet hij het wel. Verhoek. Verhoek. Oh my god, Ronaldo. Huppakee. We hebben gewonnen. Eerste ronde overleefd van de FUT-draft. En dan ga ik nu proberen ook snel door de tweede ronde heen te komen. Vleef. Leuk dat je kijkt. Ik heb zelf hetzelfde team gewoon gehouden als vorige keer. En wij moeten met dat team spelen tegen dit team. Hij heeft Messi op centraal aanvallend middenvelder. Dat is best wel pittig goed. Maar voor de rest heeft hij echt niet zo'n goed team. Hij heeft wel Neuer op de goal en 80 chemistry. Maar ik denk dat hij ongeveer gelijkwaardig is aan mijn team. Scheids. Goed zo. Hup. Vrije trap. Mooie plek. Ronaldo neemt natuurlijk. En doe gewoon zo en zo. En dan zou die best... Oké. Net iets hard. Oké. Even... Oh shit jongens. Zo jongens. Zo. Dit is Messi. Oké, dit is Messi. Shit, dat is Messi. Dat is waarom ik liever Messi had gehad dan Ronaldo. Zo, de human. Wat een schot en wat een actie. Jammer, 1-0 achter, maar was wel een goede goal van hem. Slecht, wel slecht verdedigd. Scheids, goed zo. Hup. Weer een vrije trap, maar ik ben echt zo slecht in vrije trappen, man. Oh my god. Zo. Heel kort. Ja, oh, perfect. Was de bedoeling. Was totaal de bedoeling natuurlijk. Ik zag die gozer aan die linkerkant staan. Ik denk als ik hem nou tegen de muur aanschiet en dan gaat er een beetje doorheen. Dan gaat hij perfect voor die Koke. En die schieten er mooi in en we staan er weer 1-1 gelijk. Oké, shit. Shit. Oh, gekiept jongen. Lekker hoor. Bravo. Shit jongen. Shit. 3 tegen 1. Hij gaat zwetten. Man. Net voor rust. Waarom konden we het niet even volhouden? Heel mijn verdediging was in één keer weg. Oh. Deze gozer is ook wel goed hoor. Maar ik wil echt door die twee. Ik wil gewoon die finale winnen, man. Niet huilen, man. Man. Jongen, gast is gewoon verdedigd zo goed, hè. Het tackelt altijd goed. De kans rijk uit. Gaat hij voor een schot? Triple trap. En hij krijgt de minus. Oh man. Zo, jongen. Jongen, wat gebeurt er allemaal? Ronaldo heeft de bal. En Ronaldo schiet en moet hij doen. Oh, de gelukte verdediging, man. Oké, even uit de cornertje dan. Iets verder, iets meer naar het midden. Ja hoor, die staat vrij. Nee, die stond niet vrij. Misschien een kans om zelf iets te doen. Jongen, verdediger. Doet die goed. Goeie keep, jongen. Lekker, bravo. Lekker, man. Oh, shit. Zo lullig als hij dat dan maakt, hè. Oh my gosh. Goed verdedigd, jongen. Oké, 70ste minuut. Als we 1 goaltje maken, hebben we verlenging. Neem ik genoegen mee tot nu toe. Dan kunnen we in die verlenging wel even scoren. Shit, moeten we niet een tegengoal krijgen nu. Lekker gekiept en weg. Goed zo. Oké. Ah, ik weet nooit wat ik moet doen, man. Ik ben altijd slecht in dat soort situaties. Messi, man. Ga alsjeblieft weg. Messi, man. Nee, het is over. Het is over. Heeft hij nog geluk met deze goal? Het is over, behalve als ik nu van de aftrap score. Het is over. Oh, man. Wat is dit jammer.
Je kan die bal niet van die gozer afpakken. Ronaldo, man. Die ben echt slecht. Die Ronaldo kan daar helemaal niks van. Gast, ga dan naar de rechtsbuiten. Dat is toch ook wel duidelijk voor jou. Ga eens gast, man. Wat een stiefzooi. Ik gooi mijn controle weg. Man. Deze gozer, die heeft dribble power, jongen. Dat wil je echt niet weten. Nee, man, dat is echt niet lauw. Tweede ronde is echt niet ver, man. Maar deze gozer was zo goed en hij speelde zo goed. Hij dribbelde, ik weet niet hoe hij dat deed, maar je kon hem echt niet van die bal krijgen. Oh, man. Nou, mensen, dan zijn we niet meer verder. Krijgen we dan, ik weet niet eens wat we krijgen nu, maar... Een gold pack, een premium gold pack en een silver pack. Nou, laten we die maar even gaan openen. Thanks, EA. Thanks. Krijgen we vast Ronaldo in. Ja hoor, Ronaldo, Clayton. Is de broer van Ronaldo, hè? Wisten jullie dat? Dus dat was mijn FUT draft avontuur voor vandaag. Ik dacht, ik ga 2 episodes maken. De een van de eerste 2 rondes en de laatste van de laatste 2 rondes. Maar dan moet je wel in de laatste 2 rondes komen. Hopelijk vonden jullie het dan weer een leuke aflevering. Ik ga zeker nog een keer FUT draft doen. Dat is voor later, als ik wel zeker weet dat ik echt ver ga komen. Dus hopelijk vonden jullie het dan een leuke aflevering. Doe dan zeker even een duimpje omhoog. Abonneer zeker ook even. En hopelijk zie ik jullie dan bij de volgende aflevering. Later!